Hey Lucas, hey Lucas. Milky, dat is de poemel. Even niet in vlog geweest, denk ik. Schatje. Welkom bij een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Ik heb net McDonald's gehaald. En ik ben al gaan sporten. En nu ga ik heel even Stranger Things kijken. Dan ga ik verder werken. Het is vandaag mega warm. Echt niet normaal. Het is hier echt 38 graden. Maar binnen is het wel heel goed. Het is echt heet. Muffin, kom hier. Muffin, nee. Kom hier. Milky. Schatje. Yummy. Of course, zonder kaas. Ah, dat zijn twee hamburgers. Oké. Okay. Milky. En frietjes. En cola zero. Yum yum. En Stranger Things. Woehoe. Ondertussen ben ik in, hoe noemt dat hier? Bierpunt. Biertuin. En Paal samen met Schrapen. En Alessandra. En we hebben net ons eten gekregen. Alessandra nog niet, maar Céline heeft de Griekse salade. Ah, daar is het. En ik heb de mosselen. En daar zijn de scampi's van Alessandra. Ja, oh, dat is wel tof gebracht. Alsjeblieft, smakelijk. Dank u. Ik zet erop, hè. Ik zet er toch in geluid. Kunt je inzoomen? Nee, zeker. Jawel, daar ontbouw. Yo, ik doe old school. Waar? En de chipotle. Of naar de andere kant. Nu boef aan het inzoomen. Dat is juist goed. En dames, was het verdikt van vandaag? Het was lekker. En dat Céline goed bezig is. Maar Alessandra en Thijs. Wat een mes. Gelukkig hebben we onze mama die ons. Moeder! Moeder Céline. Got your back. Ik weet niet of dat rechte pad is, maar. Ja, toch een pad. Toch beter als ons pad. True story. True story. Je ziet het daar, kind, getrouwd. We hebben verschillende paden. Letterlijk. Hé, Thalisa! En we hebben wijn. En bier. Ice. Ice. Moeder. Onze moeder drinkt ice. Hashtag mama. En wie is er met de auto? Ik. En Céline kan ook rijden. Ja. Ik ook, check. Oké, genoeg. Piep. Ja. Want er straks uploaden je dan iets en dan kan die. We hebben een nieuwe tafelgenoot. Zij gaat die pipi doen. Hoe zou je die noemen? Chanel of zo? Chanel, oké. Chanel. Chanel. Gucci. Gucci. Fendi. Fendi. Prada. Baby. Hey. Komt je met mij mee? Goedemorgen. Ik heb gisteren niks meer gezegd in de vlog. Maar ik ga nu naar de gym. Ik ga met een short, maar oh, ik weet niet. Het is 40 graden, dus het is echt gigantisch heet. Maar ik weet niet hoe ik mij erover moet voelen. Want dat t-shirt is ook best wel warm. Dus ik wil ook eigenlijk gewoon een sport-BH. Maar dan ben ik echt wel naakt, dus dat ga ik niet doen. Maar ja, ik weet het niet. Ik vind het zo raar om met een short te gaan. Dat is zo dubbel. Maar ik ga het toch proberen. Ik ga eerst even naar de Ava, omdat de inkt op kantoor op is. Dus die ga ik bijhalen. En daarna ga ik naar de gym. Ondertussen ben ik aan de Paarse Plas met Alessandra. Hey girl. En we hebben hapjes, gewoon kleine dingen. En pintjes. En we zijn aan het genieten van de zon. Even, want het is wel echt vies heet, hè. Echt niet normaal. Echt niet normaal. Echt niet. Ondertussen is het weer de volgende ochtend. Oh, het is zo heet. Deze dagen is echt niet meer normaal.
Ik steek me echt dood. Oeh, maar ja. Nog even, want ik denk dat het vanaf morgen terug frisser gaat worden. Ben ik wel, eerlijk gezegd, blij mee. Maar ondertussen is ook gisteren onze Naked collectie gelanceerd. Ik wil graag even een paar items laten zien. Zoals dit kleedje. Jeans kleedje. Oh, ik vind het zo mooi. Ik ben echt zo blij met onze collectie. Echt super mooie dingen. Ik ben er echt super blij mee. Dan dit kleedje, wat denk ik momenteel de bestseller is. Dat is zo beige met een streepje. Ik zal ook foto's toevoegen van het model of zo. Dan kunnen jullie dat beter zien. Want eerlijk, het is echt veel te heet om iets aan te doen. Ik heb echt zo'n sporttopje aan van Calvin Klein, omdat het gewoon te heet is. Nou, dit is dus het wit met beige streepjes kleedje. Of beige met wit, hoe je het wilt. En dit is echt wel mijn favoriet. Mijn favoriet is wel dit kleedje in het geel. Al heb ik dat zelf niet. Dus moet ik wel eens even zien dat ik dat ook nog even koop. En dan dit kanten topje. Heel mooi afgewerkt. Ik vind het echt super. De afwerking is echt mooi. En het stofje is ook echt super zalig. En dan nog een van mijn favoriete dingen. Is dit gele topje. Ja, dat is nu wel niet toegedaan. Maar ik zal hier een foto zetten, dan kunnen jullie dat zien. Maar dit is een geel crop topje. I really love it. Maar of course, want we hebben dat zelf ontworpen. Dus het zou erg zijn als ik het niet mooi zou vinden. En dan het jeansrokje. Ik heb de knopen nu niet allemaal toegedaan. Maar dat ziet er zo uit. En dit, echt, dit zorgt er echt zo hard voor dat uw poep er kei goed uitziet. Echt niet normaal. Die zakken zijn ook zo wat hoger. Dus dat lift zo precies uw poep. Echt. Beste jeansrok wat ik ooit heb gehad. En dan hebben we ook nog deze witte linnen broek. Oh, die vind ik ook zo mooi. Die is echt mooi. Zo, die gaat zo wat wijder van onder. Maar van boven zit die wel mooi aan. En dat is ook wel een van mijn favorieten. Allee, ik vind alles echt wel heel mooi. Maar ik denk het gele kleedje en de witte broek met de gele top zijn toch mijn favorieten. Maar ik hou gewoon heel veel van geel. En ik vind geel ook echt bij iedereen mooi staan. Dat maakt u zo wat tijner. Uw ogen komen altijd mooier uit met geel, vind ik. En voor in de zomer is geel echt zo de perfecte kleur voor mij. Toch al sinds ik heb zoiets van geel is echt het mooiste ooit. Ik hou echt van geel. Maar ja, niet iedereen vindt geel heel mooi. Maar ik vind, je moet geel echt een kans geven. Geel is zo fleurig. En geel is goed voor je zonnevlek, hè. En je zonnevlek bij volwassenen ligt hier. Denk ik toch, dat heb ik toch zo geleerd over laatst. Dan bij kindjes zeggen ze dat als je de voetjes onderaan masseert, dat je de zonnevlek masseert. Maar bij ons, als je iets geel aan doet of zo, daar word je gelukkiger van. Want dat is goed voor je zonnevlecht. Die hier ergens blijkbaar zit. Dus draag geel, daar word je gelukkig van. Maar oké, ik ga vandaag denk ik een nieuwe vlog starten. Sorry als deze iets of wat korter was. Ik dacht dat ik veel meer had gefilmd. Maar het zijn ook wel gewoon hectische dagen en hete dagen. Dus ja, ik heb ook niet heel veel goesting om veel te doen. Dus ik heb ook niet heel veel kunnen filmen. Maar hopelijk vonden jullie het toch leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En ik zie jullie snel weer.